Ja, ja. Dat waren er dan onze lieveheerbeestjes. Ja, en die leert van bladluis. Dus dat is de grootste. Als jij nou hoe luizen kapot spuit, dan spuit ook die kapot. Oh. Ja, de meeste mensen doen het allemaal verkeerd, hè. Zal ik het laten zien. Dit wordt dus een pop. Daar heb ik allemaal aan vastgelegd genomen. Dit wordt een pop, een bolletje. En dan komt het lieveheerbeestje uit. Dit is van een zevenstippelig lieveheerbeestje. Dan moet je wel een grote groeien. Dat doet hij dus ook. Ja. Hij kan niet vliegen hoor. Dus hij zit... Maar hij is al lang weggevlogen namelijk. Het is wel goed droog, zie ik wel. Zeker. Lag hem nou vallen of niet? Nee, ze hebben gewoon op die plant. Waar zit die luizen nou? Ja, die zit overal. Hij is weg. Nee. Hij kan niet vliegen. Hier, dit is dit hier, dat hongeltje. Kom, maar jij ziet dan maar zoveel. Ja. Nou daar, waar heb je nou mee? Dit is een zweefvlieg, dat is geen lommel. En dan zit je te bijten, verdomme. Dat is eigenlijk niks. Bijt hij? Ja. Wat geeft hij nou? Blijf standgereed, hè? Niet bewegen met die voeten. Niks. Oh, jammer. Ja, daar gaat hij. Weet je wat, hoe die heet? Dat is een Ik kom een narcissenvlieg. Hij lijkt op een hommel,